Ik ga op expeditie en ik neem mee. Nou, alles gaat natuurlijk in een mooie grote backpack van een liter of 60. Natuurlijk zitten we in the middle of nowhere, dus een tent is wel handig. En ik heb voor een driepersoonstent gekozen. Dan heb ik tenminste ook nog wat ruimte. Een zelfopblazend matje is wel fijn. En het kan 's nachts best wel koud worden, dus een aluminium matje eronder is ook geen overbodige luxe. Een lekker warme dikke slaapzak. 's nachts hebben we natuurlijk weinig licht daar. Je ziet de sterrenhemel heel goed, dat is heel fijn. Maar in mijn tent wil ik wel wat licht hebben en we hebben daar niet zoveel stroom. Dus dan is zo'n ledlampje heel geschikt. Ja, en dan in het veld wil je natuurlijk je knieën beschermen. Ik zit veel op mijn knieën om te hakken. Nou, en dan zijn deze zachte fomen 2 euro kostende kniebeschermers perfect. Verder een fomen kussentje heb ik aangeschaft voor ook mijn ellebogen. Want ik zal ook veel op mijn ellebogen steunen. Een reiskussentje. En het meest lelijke dat ik ooit heb aangeschaft, deze mooie bergschoenen met stalen neuzen. Want ja, als er een blok steen met gips eromheen en een bot erin op je tenen valt, dan wil je geen gebroken tenen hebben natuurlijk. Het mes dat ik gebruik is een Opinel mes. Het is een vrij klein mes. Kijk maar, valt eigenlijk best wel mee. En dan denk je misschien van, kan je hier nou dinosaurusbotten mee uit het steen halen? Nou, in principe niet. Meestal liggen ze in harder gesteente. Maar wij hebben het geluk dat onze Triceratops in vrij zacht gesteente ligt. Dus dan kom je met zo'n mes al in een heel eind. En het leuke aan dit mes is, kijk, hier zit een noodfluit op. Ik ga hem natuurlijk niet gebruiken. Maar je weet nooit, mocht ik verdwalen of door een dinosaurus gebeten worden, dan kan ik hulp inschakelen. Voordat ik naar Amerika ga, ga ik nog 1 dagje werken in het museum, in het Dino Lab. Dat is dus de plek waar we de triceratopsbotten uit het steen hakken. En zoals je ziet is het vrij slecht weer. En het is ook nog een weekenddag, dus ik verwacht dat het nog best druk gaat worden. Altijd leuk, kleine meerkoetjes. Tadaa, ons Dinolab. Hier gebeurt de magie. En we vertellen het publiek dus hier van alles over de opgraving, over wat we doen. En ze kunnen ook vragen stellen. Nou, volgens mij ben ik een paar dagen te laat als ik dit zo lees. Tja. Nou, zoals je ziet liggen hier heel veel witte pakketten. Dat zijn de gipspakketten waar de botten in zitten. En zo zijn ze naar Nederland vervoerd. We moeten ze daar nog helemaal uithalen, maar we wachten nog op de zandstraalmachine. Dus ze liggen hier gewoon te wachten. Ik zal even wat van dichtbij laten zien. Kijk, deze bijvoorbeeld. Die hebben we al helemaal vrij geprepareerd. Het is een heel mooi stuk kaak. Ik ga ondertussen nu even naar de kleinere botten kijken die we hebben. Nou, vandaag ben ik vooral bezig met dit object. Het meeste gedeelte is steen, maar je ziet hier een stuk bot. Heel erg broos. Het is al heel erg veel gelijmd. Je kunt hier erin kijken zelfs. Ik weet ook nog niet precies wat het is. Ik denk zelf aan een middenhands of middenvoetsbeentje van de Triceratops. Het is nog maar de vraag hoe dit bot eruit gaat komen. Ik denk in stukjes. We hebben natuurlijk ook een 3D-printer in het Dinolab staan, want we vinden niet alle botten, dus sommige moeten we erbij maken. En die gaan we dan printen en dan krijg je dit soort botten als resultaat. En dit is een opperarmbeen van een T-Rex. Hier zit dan het kogelgewricht, dus daar kon hij mee bewegen. En hij is niet groter dan de bovenarm van een kind van 7 jaar. Terwijl een T-Rex wel zo'n 13 meter lang kan worden. Zo, het zit er inmiddels weer op. Het was een drukke dag, genoeg publiek. Leuke vragen die gesteld werden. En dat betekent dat ik me nu kan gaan voorbereiden op Amerika. De laatste dingen inpakken en hop het vliegtuig in. Ja, I've been sitting alone, digging up bones.